is nek aan nek vanavond in de Galgenwaard. De nummers 9 en 10 hebben allebei 19 punten. En dat vinden ze allebei veel te weinig. Ik zit aan de verkeerde kant van de score en daarbij dan op zijn ons gezicht wel ziek van je. Balen, ik vind dat we de 3 hadden moeten hebben. Ook het doelsaldo is precies gelijk. Allebei plus 2. Utrecht maakte er dit seizoen 14 in de Domstad. Daar is de Moesje. Nog eens de Moesje. Prachtig! NEC maakte er in zijn uitwedstrijden net eentje meer. 15. Flemings die op weg gaat naar 2-0. Flemings, ja! Zijn 9e van het seizoen en zo viert hij dat. Pech hebben ze evenveel. Utrecht knalde er al 6 op paal en lat. Mertens, lat. En, oh, de binnenkant van de paal. En NEC telt 7 net nietjes. Op de lat. Siemling, maar de paal voorkomt de 2-0. Oh, en de trainers hebben ook iets gemeen. Ze willen nooit over de scheidsrechter praten. Nee, ik ben er altijd voorzichtig in, want volgens mij wordt dit op tv uitgezonden. En na een nederlaag moet je ook niet over de scheidsrechter gaan praten, vind ik. Nee, daar heb je gelijk in. Maar ze doen het allebei lekker toch. Als ik hier vandaag had gewonnen, dan had ik iets gezegd over de scheidsrechter. De mensen die mij kennen, dan zit ik niet even rustig daar. Ik zeg vanwege Greef, je hebt het leuk gedaan. Fantastisch. Ook hebben ze allebei een scherpschutter in huis. Van Bolswinkel maakte er 10. Het is 1-0 voor Utrecht. Flemings staat zelfs al op 11. Oh, wat doet hij dat fraai zeg. Het leek tot niets uit te draaien. Maar ja, hij heeft zo van die avonden.